Daarachter VIP Junior, daarachter gaat nu Rob de Vlieger aan de buitenkant naar voren met Gábor Ráiz. Daarachteraan gaat mee naar voren Kimberly Swish. Kimberly Swish gaat nu naar het derde spoor. Kimberly Swish komt eraan, Kiss & Ride gaat hier nu naast komen, die ligt in het tweede spoor. En zo gaan de paarden op weg naar de finish, maar dan hebben we nog één ronde te gaan. Kimberly Swish wil in één sprint het hele veld voorbij, dat wil hij niet alleen, dat doet hij ook gewoon. Kimberly Swish neemt nu de leiding over. Favoriet ligt vooraan, tussentijd was 1.22 rond, dus dat had Dennis Minnema mooi ingeschat. En hij heeft nu de kop overgenomen. Kimberly Swish leidt, daarachter ligt Ibsen Boko tweede, derde plaats aan de buitenkant Gábor Ráiz, vierde is VIP Junior. Vijfde aan de buitenkant Kiss & Ride, zesde ook aan de buitenzijde Kaboom. Zeven aan de relingzijde. Daar ligt John Dekker dan met op dit moment, en dan moeten we even het veld doorkijken, Jet Bianco. Zo zijn de paarden halverwege de rechte lijn overzijde en daar zet de vlieger heel brutaal druk bij Kimberly Swish. Dat is een van de beste vierjarige merries van de jaargang. Tussentijd 1.13.8. Kimberly Swish, buitenkant daarnaast is het Gábor Ráiz. Daarachter aan de relingzijde Ibsen Boko. In de wachtkamer liggen de andere twee PD-paarden. Dat zijn Kiss & Ride en Kaboom. En daarachter ligt ook Jaap van Rijn mooi in de koers met Kiss Me Quick. Halverwege de Tjarda-bocht, een groeiende voorsprong voor Kimberly Swish. Daar gaat Krebas in de achtervolging met Kiss & Ride. Kaboom gaat erachteraan. Daar komt het PD-trio aan. Daar lijkt het tenminste op. En daar komt ook nog Kiss & Ride mee. Zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Het is Kimberly Swish die leidt. Kiss & Ride gaat naar de tweede plaats. Kaboom probeert plek 2 ook over te nemen. Gaan op weg naar de streep. Demonstratie van Kimberly Swish. Daarachter strijd om de plaatsen. Kaboom nu op plek 2. Kiss & Ride op plek 3. Krebas gewoon 1, 2 en 3. Mooier kan niet. Tijd van de winnaar is 1.15.5. Alle paarden aan de buitenkant van Gaia VIP. Blijven er nog 4 korte baners over die mee gaan doen in het duel om de leiding. En de start is gevallen en 2 korte baners strijden om de leiding. Waarbij Ibsen Boko de leiding pakt. 8, galop nummer 8. Ibsen Boko als eerste naar de bocht. Tweede plaats erachter VIP Junior. Kijk even waar de favoriet ligt. En die ligt in de start van het veld in het tweede spoor. Voorlaatste paard met de gele sjerp. Laatste op dit moment wordt teruggenomen naar de reling Juliet. Ze gaan de paarden de rechte lijn overzijde in en het zijn voorlopig dus even de paarden met de korte adem die ook op de lange baan wel wat dingen hebben laten zien die voorlopig de dienst uitmaken. Ibsen Boko, daarachter VIP Junior. Daar komt aan de buitenzijde de eerste tussensprint aan en dat is een tussensprint van Jet Bianco. Daarachter op de vierde plaats volgt dan Gábor Ráiz, de eerste. 4 paarden op dit moment gingen in 1.13.4 rond en de rest ietsje langzamer. De eerste 500 meter. En zo gaan de paarden op weg naar de volgende bocht. Kijken vooral naar Kimberly Swish, want hoe gaat hij daar uit de start van het veld wegkomen? Hij heeft op dit moment een paard naast zich aan de buitenkant die zich terug laat zakken. Dat is It's Baldwin. Die gaat terug naar de laatste plaats. En Jimmy Snyder maakt het tempo voorlopig met Ibsen Boko. Ibsen Boko, daarachter VIP Junior. Daarachter gaat nu Rob de Vlieger aan de buitenkant naar voren met Gábor Ráiz. Daarachteraan gaat mee naar voren Kimberly Swish. Kimberly Swish gaat nu naar het derde spoor. Kimberly Swish komt eraan. Kiss & Ride gaat hier nu naast komen. Die ligt in het tweede spoor. En zo gaan de paarden op weg naar de finish. Maar dan hebben we nog 1 ronde te gaan. Kimberly Swish wil in 1 sprint het hele veld voorbij. Dat wil hij niet alleen. Dat doet hij ook gewoon. Kimberly Swish neemt nu de leiding over. Favoriet ligt vooraan. Tussentijd was 1.22 rond. Dus dat had Dennis Minnema mooi ingeschat. En hij heeft nu de kop overgenomen. Kimberly Swish leidt. Daarachter ligt Ibsen Boko tweede. Derde plaats aan de buitenkant Gábor Ráiz. Vierde is VIP Junior. Vijfde aan de buitenkant Kiss & Ride. Zesde ook aan de buitenzijde Kaboom. En 7 aan de relingzijde. Daar ligt John Dekker dan met op dit moment, en dan moeten we even het veld doorkijken, Jet Bianco. Zo zijn de paarden halverwege de rechte lijn overzijde en daar zet de vlieger heel brutaal druk bij Kimberly Swish. Dat is een van de beste vierjarige merries van de jaargang. Tussentijd 1.13.8. Kimberly Swish, buitenkant daarnaast is het Gábor Ráiz. Daarachter aan de relingzijde Ibsen Boko. In de wachtkamer liggen de andere twee PD-paarden. Dat zijn Kiss & Ride en Kaboom. En daarachter ligt ook Jaap van Rijn mooi in de koers met Kiss Me Quick. Halverwege de Tjarda-bocht, een groeiende voorsprong voor Kimberly Swish. Daar gaat Krebas in de achtervolging met Kiss & Ride. Kaboom gaat erachteraan. Daar komt het PD-trio aan. Daar lijkt het tenminste op. En daar komt ook nog Kiss & Ride mee. Zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Het is Kimberly Swish die leidt. Kiss & Ride gaat naar de tweede plaats. Kaboom probeert plek 2 ook over te nemen. Gaan op weg naar de streep. Demonstratie van Kimberly Swish. Daarachter strijd om de plaatsen. Kaboom nu op plek 2. Kiss & Ride op plek 3. Krebas gewoon 1, 2 en 3. Mooier kan niet. Tijd van de winnaar is 1.15.5.